Nou, goedemorgen allemaal. Tenminste, voor mij is het ochtend. En welkom terug bij het tweede deel van dit Bonte Wol filmpje, het augustus filmpje. Ik geloof dat het aflevering 12 is. Dit is Oete, onze pup. We zijn net terug uit het bos. We hebben gisteren een enorme stortbui over ons heen gekregen. Nou, niet... Wij zaten binnen hoor, gisteravond. Maar echt zo'n wolkbreuk. En vanmorgen in het bos echt overal plassen met water en modder. Dat was leuk hè. Oete werd helemaal wild. Ja. Maar goed, ik heb deze ochtend nog vrij. Het is vandaag woensdag 21 augustus. Vanmiddag moet ik werken. En... Ja, er zijn wel meer dingetjes die ik moet doen deze ochtend. Maar één daarvan is dat ik weer verder ga met het kaarden en het kleuren van de geverfde wol. Dat is toch best wel wat werk. Ik dacht, oh, dat is alleen maar die kleuren mengen. Dat heb ik zo gedaan. Maar daar valt nog vies tegen. Want ik moet 12 kaartvliezen mengen. En voor elk kaartvlies ben ik een dik uur bezig. En... Ik kan je vertellen, na een uur, een dik uur kaarden, dan heb je het ook wel weer even gehad. En ik heb er nu volgens mij 4 gedaan. Dus ik moet er nog 8. Ik ben nog niet eens op de helft. Ik kijk er nu alweer een beetje tegenop. Maar ik dacht, oh, als ik elke dag of om de dag zeg maar zo'n kaartvlies doe, dan ja, schiet ik toch op. Ik denk alleen voor dit filmpje dat ik niet op tijd klaar ben om ook nog het spinnen te laten zien. Want die kaartvliezen onderling, globaal gezien, zien ze er ongeveer hetzelfde uit qua kleurmenging. Maar er zitten toch kleine verschillen in. Dus ook die, als ik straks die 12 gemengde kleurvliezen heb, dan ga ik die ook weer in stukjes van... ja, van 12 opdelen. En die ga ik onderling ook weer herverdelen, zeg maar. Zodat als ik ga spinnen, ze hoeven dan niet meer opnieuw door een kaartvlies heen hoor. Maar als ik dan ga spinnen, dat ik dan een strengetje van de ene kaartvlies pak. En als ik die gesponnen heb, dan pak ik een strengetje van de tweede kaartvlies. En dan het strengetje van de derde kaartvlies. Totdat ik 12 strengetjes gesponnen heb. En dan ga ik weer terug naar een strengetje van het eerste kaartvlies en dan van het tweede kaartvlies. Zodat dat ja, in principe bij het spinnen ook weer ja, elkaar afwisselt. En niet dat je eerst het ene hele kaartvlies opspint en dan het tweede hele kaartvlies opspint. Omdat ik dan bang ben dat je dat misschien toch een beetje gaat zien. Omdat net de accenten iets anders liggen. Dus dat is het plan. Dus ik moet ze eerst allemaal op de kaartvlies hebben gehad. Of op de kaartmolen hebben gehad. Voordat ik pas kan gaan spinnen. Ja. Het duurt allemaal langer. Maar ik dacht wel. Mijn god, wat een werk gaat erin zitten. In zo'n gekleurd draadje. Dat had ik van tevoren nooit zo bedacht. Als ik daar inderdaad een vestje van ga breien. Wat ik van plan ben. Dat wordt een onbetaalbaar vestje. Dat is gewoon... Ik denk ook niet dat ik het op deze manier ooit nog... ja, zeg nooit nooit. Ga doen. Ik heb al wel bedacht dat als ik iets soort gelijks weer zou willen gaan doen. Omdat het gewoon misschien prachtig wordt. En natuurlijk ook heel uniek. Hè? Niemand heeft straks dat gekleurde draadje wat ik heb. En al mijn bloed en zweet en tranen zitten erin. En ja, het is echt iets wat dan helemaal van mij is. Ik had al wel gedacht van, als ik ooit weer ga verven. Om te spinnen. Dan ga ik niet meer uit van losse vachtjes. Dan ga ik echt uit van lontwol. Want dat scheelt wel wat extra rondjes op die kademolen. En eigenlijk hoe ambachtelijk en handmatig dit ook is, waar ik in principe heel erg van hou.
heb ik al gemerkt dat ik niet de grootste fan ben van de kademolen. Het is. Het zou misschien anders zijn als hij elektrisch was, maar dat is hij niet. Ik moet het echt allemaal met de hand doen. Nou gaat het gelukkig met mijn schouder al wel een beetje beter. Hij is nog steeds even stijf als altijd, maar wel met minder pijn. Er zit nog steeds wel iets van pijn in, maar echt stukken minder dan vorige maand of de maanden daarvoor. Dus dat is winst en dat is echt heel erg fijn. Maar dan nog, al zou ik geen last van mijn schouder hebben. Het is eigenlijk gewoon, ja, de eerste paar keer is het heel leuk. En dan heb je al gauw zoiets van, ja, nou weet ik het wel. En dan moet je er nog 100, zeg maar. Ja, nee. Maar goed, het is ook een goede oefening in geduld, hè. Wacht, maar ik laat jullie zo de kadervliezen zien. Ik zal eerst vertellen dat ik had die merino wol die ik had. Dat was dit zakje. Wat ook zo grappig is trouwens. Nou ziet het zakje er zo uit. Want mijn kat heeft hem ontdekt en die is ermee gaan spelen. Maar goed, dit was de kleur rood zoals ik hem had gekregen. Ik ben hem gaan oververven en het werd deze kleur rood. Nou, als je die twee naast elkaar ziet, dat is echt een enorm verschil. Ik hou veel meer van deze wijnrood dan van dit soort tomatenrood. Dus dat was een verbetering. Alleen, wat het wel is gaan doen, hoewel ik bij het verven echt enorm voorzichtig ben geweest, maar deze wol, dat vilt als een gek. Ik kon het wel redelijk uit elkaar trekken. Hè, want ik kan hem niet als zo'n verveeld stukje hier door die kademolen heen krijgen. Dus ik moet hem eerst een beetje uit elkaar trekken en weer goede delen eruit krijgen. Nou, bij sommige stukken ging dat heel erg goed. Ik had ze allemaal verdeeld in gelijke gewichten, zeg maar. Zodat ik hem voor die 12 kadervliezen ongeveer hetzelfde zou hebben. Maar ik kan niet alle stukken even goed gebruiken. En bovendien, als ik de kleuren aan het mengen was hierop. Soms zat hij eigenlijk al zo vol dat hij niet nog eens een keer zo'n heel stuk van die andere kleur erbij kon hebben. Dus ook daar komen wat kleurverschillen tevoorschijn. Maar ja, goed. Uiteindelijk gaat het er 3 keer doorheen. Dan heb ik het gevoel dat de kleuren voldoende gemengd zijn onderling. Dat het gemêleerd genoeg is, zeg maar. Maar ik zal de kaartvlies laten zien. Sowieso, ik heb een opname gemaakt van hoe het eruit zat toen, hoe het eruit zag toen ik de eerste deed. Maar inmiddels heb ik er 4 af, dus ik kan ook het verschil een beetje laten zien. Ze zitten inmiddels in een grote bak, want ja, katten hè, die houden hiervan. En even kijken, ja, misschien kan ik ze het beste even op de bank leggen. Dan kunnen jullie ze naast elkaar zien. Dat zal ik even doen. Ja. Kijk, dit was de laatste. Dit was de kleur daarvoor. Oete, kom maar eventjes. Goed. Oeh, ja. De kleur daarvoor. Ja, deze is al rooier dan die. En dit was het eerste kaartvlies. Ze zitten dicht genoeg bij elkaar, hè? Dat wel. En het is echt lekker zacht. Ja, ik ga ze weer gauw terug doen voordat de hond erop springt. Zul je net zien, hè? Wat dat gebeurt.
voeten. Ja, dus dat zijn ze. En ik denk dat het qua kleur, als ik het ga spinnen, echt heel erg mooi gaat worden. En als het tegenvalt, dan ga ik het nog mooi vinden. Want er zitten zoveel uren werk in, dat ik moet het wel mooi vinden, toch? Het zou echt heel erg zonde zijn als... Nee, dat ga ik niet lelijk vinden. Een beetje gek werk is het wel. Maar ja, vroeger deden mensen dit zo altijd. Toen kon je niet zomaar naar een winkel gaan en zeggen... Ik wil dat mooie bolletje daar... En doe er maar meteen 12, zeg maar. Nee, dat deden mensen zelf. Dus ja, nou weet ik hoe dat is. En het is leuk, maar ook niet altijd. Maar goed, vandaag ga ik er weer eentje doen. Dat red ik nog met de tijd. Ja, ik kijk steeds die kant op, want daar hangt onze klok. Het is nu bijna 10 uur. En ik hoef pas... om 1 uur te werken. Dus dat moet lukken. Dus dan kan ik dit doen en nog andere dingetjes die ik voor vandaag gepland had. Ik ga het met jullie ook nog hebben over de skip width. Maar niet deze ochtend. Dus dat komt nog. Ja. Dat was het voor nu. Ja, dat was het voor nu. En dan zie ik jullie graag over voor mij een paar dagen, binnen een paar dagen weer terug. In ieder geval voor het eind van de maand. Tot dan. Dag. Hallo allemaal en welkom terug bij de tweede deel van het augustusfilmpje van Bontebol. Het is inmiddels eigenlijk al wel september. Het is maandag 2 september om precies te zijn. Maar ja, ik heb wat verzachtende omstandigheden. Grootste reden waarom ik niet eerder echt zozeer heb gefilmd was omdat ik jarig was gisteren. In eerste instantie was ik helemaal niet zo van plan geweest om mijn verjaardag te vieren. Ik heb daar nooit meer zo de behoefte aan, zeg maar. Maar mijn man die vroeg iets van 1,5 week geleden wat ik ging doen. En toen zei ik, ja, waarschijnlijk denk niks. Omdat mijn zus zit ook in het buitenland. Die is een van haar kinderen wegbrengen die 2 jaar in het buitenland gaat studeren. En daarmee is zowat al 75% van mijn familie niet aanwezig. Maar hij zei, Chantal, nodig gewoon wat vrienden uit. Want het valt op een zondag. Het is zo'n perfecte timing. Dus wacht maar, zei hij, ik regel het wel. Dus hij is allemaal vrienden gaan appen. En al gauw kreeg ik te horen, ja, die komt en die komt. En die komt in de ochtend en die komt pas in de namiddag. En
uiteindelijk zijn we zowat de hele dag, hebben we feest gehad gisteren. En omdat ik van het weerbericht al begrepen had dat het ook een hele mooie warme, nou ja, het was echt iets van 30 graden, het was misschien iets te warm, maar in ieder geval een mooie dag ging worden, ben ik ook vooral bezig geweest met het opruimen rondom in de tuin en in huis, zodat het weer een beetje wat meer presentabel was. Omdat het nu weer wat beter gaat met mijn schouder en dat dat weer kan, had eigenlijk dat meer de prioriteit dan de wol. Ik ben inmiddels met de kaartvliezen, met het mengen van de kleuren op de helft, precies. Ik heb 6 gedaan, ik moet er nog 6 doen. Kan ik niks meer verder over vertellen. Dat duurt gewoon, dat gaat gewoon op zijn gemakje en ik laat me daar ook helemaal niet in ophaasten. Doen we gewoon wanneer het uitkomt. En de afgelopen paar dagen kwam dat helemaal niet zo uit. Want ik was lekker in de tuin aan het werk. En genieten van het feit dat ik weer wat meer kan. En dat het wat mooier weer was. En het feit dat we een feestje hadden. Dus dat was fijn. En ik had natuurlijk ook mijn ruige huisfilmpje. Mijn allerlaatste ruige huisfilmpje. Al online gezet. Daar was ik veel mee bezig geweest. Dus ik had ook niet zo'n zin om te filmen en te editen en dat soort dingen. Dus ik dacht, dat doe ik wel na mijn verjaardag. Vandaag is het 2 september. En ik heb vandaag zo gepland dat ik vrij ben. Want ik moest vanmorgen met mijn hondje naar de dierenarts. Ik heb 2 hondjes. 1 daarvan is al flink op leeftijd. Dat is Raafje. En zij is 12,5. Dik 12,5. Over 4 maanden wordt ze 13. En we wisten al een poosje dat haar gebit, dat er waarschijnlijk iets getrokken moest worden. En ik heb dat een poosje uitgesteld. Omdat ik dacht, dan moet ze onder narcose. En zo'n oud hondje. En ze heeft een hartruisje. Ik zag daar zo tegenop. Ik dacht, vind ik een hele akelige manier als daarmee... als je op die manier je hondje verliest, zeg maar. Maar op een gegeven moment, dan heb je gewoon toch echt wel in de gaten dat ze er last van heeft en dat je iets moet doen. Dus ik had de afspraak gemaakt en die was vanmorgen. Dat wilde ik ook eerst achter de rug hebben voordat ik weer met de camera ging zitten. Nou, alles is goed gegaan. Ze loopt weer rond. Ze zeurt de hele tijd om eten. Er is 1 kiesje getrokken en 2 hoektandjes. Dus waarschijnlijk gaat ze nu voortaan met haar tongetje zo uit haar bek hangen. Gisteren was nog een vriendin op mijn verjaardag die dierenarts is geweest. Ze is nog steeds dierenarts, maar werkt niet meer fulltime als dierenarts. En zij vertelde nog, Chantal, maak je niet zo'n zorgen. Zelfs met een hartruisje, ze kunnen die narcose aanpassen. En het komt eigenlijk niet zo vaak voor dat een hondje in een narcose overlijdt. Dus daardoor was ik al gerustgesteld. Maar toen ik dus vanmorgen bij de dierenarts was en hij ging naar haar hartje luisteren. Toen zei hij van, ze hebben van alles gedaan om ervoor te zorgen dat die narcose zo spoedig mogelijk verliep. We hadden al vorige week een keer bloed laten prikken om al die bloedwaardes te checken. En dat was goed, maar haar hartje dat baarde hem natuurlijk wel wat zorgen. Dus hij heeft een ander soort narcose gekregen. Werd ook aan het zuurstof gelegd en elektrodes voor haar hart. Ik mocht erbij blijven, wat ik vaker met hondjes of katten... zowel de katten als de honden hebben altijd wel een keer iets aan hun gebit gehad. Bij die dierenarts mag ik erbij blijven. Dus dat vond ik heel erg fijn. En ze hebben er zo goed in de gaten gehouden. Maar ik stond de hele tijd wel een beetje... Als het maar goed blijft gaan, weet je wel. Maar het is goed gegaan. Ze had wel wat paniek toen ze in narcose ging. Want ze kreeg methadon volgens mij. Daar werd ze wat paniekerig van en dat gebeurde ook weer toen ze eruit kwam, dus dat was wel wat akelig. Maar het is allemaal goed gegaan. En
ja, het enige wat ik... Eigenlijk merk ik al haast niks meer aan haar. En het is pas... nou, ze is pas 2 uur geleden uit narcose gekomen. Is dat waar? 2,5 uur geleden. Ze springt alweer op de bank. Dat ik denk, rustig, rustig, Raafje. Maar... en ze tippelt een beetje rond. Ze is nog steeds een beetje onrustig. Maar ze staat alweer echt wel wat stevig op de pootjes. Heeft heel erg honger, maar we mogen eigenlijk nog niet echt iets geven. Ik heb er wel al een heel klein beetje gegeven, maar nou ja, dat moeten we langzaam opbouwen. Het enige wat je nog wel hoort, omdat ze ook geïntubeerd is, is dat ze een beetje zo'n maffe ademhaling heeft, zeg maar. Maar als het goed is, een heel stuk minder pijn. Dit was eigenlijk nog een beetje het bericht wat uitvloeide uit mijn laatste filmpje van het Ruige Huis. Want daar eindigde ik mee. Toen moest dat nog gebeuren. En dat was iets wat bij mij, nou ja, hoog op mijn hart lag, zeg maar. En nu is het echt een opluchting dat het een stuk beter gaat. Dus, phew. Maar goed, dit is een breifilmpje. Ik ga het dus niet over de kanemolen of die kaatvliezen hebben. Maar ik wil het met jullie wel over de skipwith hebben. Daar ga ik mee eindigen. Ik ga eerst vertellen dat... Ik ben in een breiwinkeltje geweest. Eerder in augustus al. Een breiwinkeltje waarvan ik wel wist dat het bestond. Maar ook weer niet wist dat het bestond. En dat komt omdat het haast niet opvalt, dat winkeltje. Dat is in één van de dorpen waar ik werk. Ik werk op verschillende locaties omdat ik mantelzorg aan huis geef. En sommige cliënten wonen wat verder weg en andere wat meer in de buurt. En één van mijn cliënten vertelde dat haar... Ja, iemand in haar schoonfamilie een breiwinkeltje had in een van die dorpjes. En toen ze dat zei, toen dacht ik, ja, heel vaag weet ik dat daar ooit een breiwinkeltje heeft gezeten of een wolwinkeltje. Maar doet ze dat nog, of, überhaupt? Want... Het pand ziet er echt uit alsof het al jaren leeg staat. En ik heb er een foto van gemaakt, dus dan kan je het zien. De gevel is heel verwaarloosd en je kunt niet van buiten naar binnen kijken. Daar staan allemaal van die kartonnen, ja, reclameborden, zeg maar, in de vitrine. En die zijn allemaal uitgezakt en door de zon verkleurd. Het ziet er echt uit alsof het totaal verwaarloosd is. Maar het is echt nog een winkeltje. De deur klemt enorm als je opent. Ik heb er een keer voor gestaan dat ik dacht, nee, hij is echt dicht. Maar hij was toch echt open, want de deur klemt. En als je binnenkomt, daar heb ik geen opnames van. Maar het staat propvol met allerlei dozen. En je kan amper keren. Het doet me een heel klein beetje denken aan het smidje in Eindhoven. Voor degenen van jullie die dat kennen. Dat is zeg maar het stoffen- en fourniturenwinkeltje van Eindhoven. Echt fantastisch om een keer naartoe te gaan. Maar dat is veel groter. Dat is ook klein en propvol. Maar dit was een nog veel kleiner winkeltje. En... ja, is echt een belevenis, joh, om daar naar binnen te gaan. Dus ik was daar op een gegeven moment naartoe gegaan, ook om de groetjes te doen van die cliënt waar ik voor werk. En terwijl ik daar was, heb ik me meteen laten verleiden om... oh, daar komt Raafje aan. Raafje, kom eens. Kom eens hier. Nee. Dat is even... Ja, bewijs van leven dat je er echt nog bent, hè. Och, meisje. Ja, doe maar rustig. Ja, dus, ze ademt nog een beetje zwaar. Ik was dus binnen en toen dacht ik, ja, als ik er nu toch ben, dan ga ik meteen ook een paar bolletjes wol kopen. Als een soort van, niet dat ik me heel erg verplicht voelde om dat te doen, maar ik dacht, ik wil dat winkeltje ook wel een beetje steunen, zeg maar. Omdat het zo'n onogelijk winkeltje is eigenlijk.
Dus ik heb wel bolletjes wol gekocht. Ik heb 4 bolletjes sokkenwol gekocht. Ik heb ze nog niet gebruikt. Maar ik dacht, och, weet je, ik laat gewoon even de kleuren zien. Ze zijn, waren ze allemaal Katja Anders? Katja Anders. Katja Anders. 3 van Katja Anders. En 1 is Vilda Vilfolk 100. En dit zijn de kleurtjes. Echt een beetje die herfstkleurtjes al. Een beetje toffee, een beetje bruinig. En een beetje van dat bevroren groen. Zo groen waar een beetje zo'n mistlaagje op ligt. Dit zijn de kleuren. Ze zijn allemaal 100 gram geloof ik. En ja, ik weet nog niet welke ik met welke ga combineren of hoe. Maar ik ga hier ja, sokken van maken. Toch maar weer sokken. Omdat het ook wel een makkelijk tussendoor projectje is. Ik heb me gewoon een beetje laten verleiden. Toen ik later thuis kwam dacht ik wel, ja, ik heb genoeg sokkenwol. Waarom heb ik dit eigenlijk gekocht? Maar ja, nee, nu ik ze toch weer zie, ben ik toch wel blij dat ik ze gekocht heb. Dus ik heb een heel klein beetje voorraad ingeslagen. En uiteindelijk, want ik ben een keer teruggegaan naar dat winkeltje, om knoopjes te kopen voor mijn skip-with vestje, die ik zo laat zien. Nee, die pak ik er gewoon meteen bij. Het skip-with vestje. Deze is van... Rachel Atkinson. Op Revelry is ze te vinden. Daughter of a Shepherd, Heritage 4-ply. Ja, Daughter of a Shepherd, Skip With. En ik heb er in mijn vorige filmpjes al vaker over verteld. Maar ik heb hem af inmiddels. Hij heeft natuurlijk een tijdje op de pauze gestaan vanwege mijn schouder. Maar uiteindelijk dacht ik, oh, ik ga toch weer een beetje proberen of het lukt om daarmee te breien. En dat is in principe gelukt, want hij is afgekomen. Hoewel ik wel vind... Ik vind nu dat hij geblokt is en een paar keer gedragen dat het al minder opvalt. Maar ik zag wel een beetje... Nou, ik weet niet of deze camera het nou oppakt... Maar ik zag, hij is van beneden naar boven gebreid. En ik zag op een gegeven moment wel dat ik hier dat bovenstuk, het laatste stuk wat ik gebreid heb, iets slordiger was dan het onderste stuk. En dat had toch te maken met het feit dat ik met mijn schouder, hoewel ik ook heb geprobeerd om heel ontspannen en rustig te breien, ik toch kon zien dat ik enigszins een beperking had. Want ik brei niet zo... regelmatig als dat ik normaal doe. Maar het valt niet zo super erg op hoor. Het is niet zo heel opvallend. Maar ik zie het een heel klein beetje. Want ik was al redelijk ver. En alleen dat laatste stukje moest ik nog doen. Dus hij is af. Ik heb hem al een aantal keer gedragen. En ik moest ook mijn boek er weer bij pakken. Nou, echt zoeken. Ik heb hier echt naar moeten zoeken. Want ik had een heleboel van mijn breispullen natuurlijk opgeborgen toen ik zo'n last had van mijn schouder. Ik denk, ik wil ze ook niet zien en ermee geconfronteerd worden. Maar zij beschrijft het vestje als een everyday go anywhere cardigan. Een wardrobe staple. Light, quick, interesting, unfussy en minimal. Dus iets voor elke dag, voor overal naartoe, vestje, iets wat een hele fijne aanvulling is op je garderobe. En het is licht en snel en interessant en zonder al te veel gedoe. En er zit er een zekere minimale look overheen. Nou, ik heb hem zelf wel een klein beetje opgevrolijkt door de leespatroontjes in een andere kleur te breien. Want in het oorspronkelijke patroon was het allemaal 1 enkele kleur. Dus ze vallen bij mij iets meer op. Maar ik kan je vertellen, voor zeg maar die koelere ochtenden, als je de honden gaat uitlaten in het bos en dat er echt al een beetje zo'n kilte in de lucht zit, als je maar vroeg genoeg gaat. Of 's avonds laat, als ik de honden nog een keer uitlaat.
En je bent buiten, dan is dit inderdaad net een vestje wat, wat je makkelijk even aandoet. En wat niet te warm is en niet te koud. En dat was ook precies de reden waarom ik deze en dit patroon destijds heb uitgekozen. Omdat ik dacht, ja, ik heb natuurlijk heel veel met wat dikkere wol gebruikt. En ook heel veel met lopiewol gebruikt. En dit is echt weer zo'n... is inderdaad wat luchtiger. Als ik hem tegen het licht hou, zie je ook mijn arm er doorheen. En je ziet dat hij... wat lichter is. Heel fijn vestje. Hij is... Even kijken. Ik weet niet of je dat zo een beetje... Ja, het licht is hier natuurlijk niet fantastisch. Maar... hij zit... hij past. Ik vind hem lang genoeg. Simpel genoeg. Gewoon een leuk vestje. Weet je, het is ook weer niet super bijzonder. Maar gewoon een leuk vestje. Het enige wat ik nog moest doen, want dit is, ik denk inmiddels, ja, ik denk dat hij zo eind juli, begin augustus van de pennen kwam. Dat heb ik niet in mijn boek geschreven, want die was ik toen nog kwijt. en ik heb het niet onthouden. Maar hij is al een paar weken echt wel van de pennen af. En het enige wat ik nog niet heb gedaan, is knoopjes erop zetten. En ik dacht maar steeds, oh, als ik knoopjes nodig heb, dan kan ik het beste naar het smidje gaan in Eindhoven. Daar hebben ze van beneden tot boven allemaal knoopjes. Een heel smal gangetje. Ik heb er een opname van gemaakt, die ik al eerder had gemaakt. Dit is van... ergens in het voorjaar dat ik deze opname ooit met mijn telefoon heb gemaakt. Maar dan heb je een indruk. Hele smalle gangetjes en alles is vol met knoopjes. En allerlei kleuren gerangschikt. En ik zag daar een beetje tegenop. Nou, ten eerste, zo vaak kom ik niet meer in de stad. En ik dacht ook, oh, dan moet je echt knoopjes gaan zoeken. Dan moet ik een keer, ja, dan moet ik echt even de tijd voor nemen. En daardoor duurde het ook maar voordat ik überhaupt dit afmaakte. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, nou, dat ene hele kleine onogelijke winkeltje in dat kleine dorpje, die had een heel klein ladekastje staan met allemaal van die hele kleine smalle laadjes erin, waar ook allemaal knoopjes in zaten. Maar echt zo'n kastje... Vergeleken met al die wanden die ze in Eindhoven hebben. Ik dacht, ik ga in eerste instantie kijken in dat winkeltje. En als ik daar niet slaag, dan kan ik altijd nog naar de grote stad. En echt, zeg maar, knopenzee induiken, zeg maar. Maar ik ben geslaagd, denk ik. Ik twijfel alleen tussen twee soorten knoopjes. Ik heb ze alle twee gekocht. En ik wil het aan jullie voorleggen wat jullie denken wat het mooiste is. Het eerste knoopje is gewoon een heel simpel bruinig knoopje. Ik weet niet of je hem scherp pakt. Ik denk dat hij wel scherp is. De andere is een rooig knoopje. Omdat er ook rood in die accenten zit. De vraag is nu, welke van deze twee past er het mooiste op? Qua kleur is het altijd lastig, want knoopjes zijn natuurlijk van een ander materiaal dan het vest. Dus ook als je een kleur hebt die bijna gelijk is of gelijk is aan de kleur van je vest, dan kan die er toch nog in verschillende kleuromstandigheden, daglichtomstandigheden moet ik zeggen, schemer, avondlicht, volle zon, kunnen die kleuren ten opzichte van elkaar toch nog veranderen. En beide knoopjes hebben een soort glansje eroverheen. Waardoor dat toch iets van iets gelijk is. Maar niet continu. Dus alle twee de knoopjes. Dit rode knoopje die heeft er een glansje in zitten. En dat glansje als op een bepaalde manier de licht erop valt. Dan is dat... precies dezelfde kleur rood als deze.
Maar in andere lichtomstandigheden wijkt hij een heel klein beetje af. En eigenlijk heeft dat bruine knoopje dat precies hetzelfde. Dus ik heb van alle twee ook even een opname gemaakt. Ik heb ze er nog niet opgenaaid natuurlijk, maar om ongeveer te laten zien. En mijn vraag aan jullie is, welke van de twee vinden jullie het mooiste? Want ik heb op verschillende momenten van de tijd de neiging gehad tot verschillende knoopjes. De ene keer dacht ik, oh nee, ik moet echt een beetje voor het bescheiden, bruine knoopje gaan. En dan heeft de wol echt alle accenttijd te pakken, zeg maar. Alle accenten gaan dan echt naar het vestje zelf. Of ik dacht, nee, ik moet juist dat rode knoopje nemen, want dan wordt dat hele vestje een beetje vrolijker van. Voor alle twee valt iets te zeggen. Maar welke moet ik doen? Dus ik ben benieuwd wat jullie zeggen. En dan ga ik alsnog kijken. Ik heb natuurlijk altijd zelf het laatste woord. Dan ga ik alsnog kijken wat ik zelf uiteindelijk doe. Ik ga het niet alle twee doen. Ik ga niet alle twee die knoopjes bijvoorbeeld om en om doen. Dat vind ik te rommelig en te druk. Maar ja, welke van de twee wel? Oh, er komt een appje binnen. Ik heb natuurlijk allemaal mensen laten weten hoe het met Raafje gaat, hoe het met hondje gaat. Dus ja, dat. Nog een appje. Ja, even kijken. Ik had deze gebreid met de Bio Shetland van BC Garn. Ik heb die ooit gekocht bij Linde Hobby, omdat ze in de aanbieding waren. De accenten heb ik gebruikt met Bio Balance, ook van BC Garn. Dit was kleur nummer 61 Mahoney. Dit was kleur 08 rood, maar die heb ik zelf nog in een iets diepere wijnrood overgeverfd. Dus dat heb ik aangepast. Het vestje zelf weegt 222 gram. 222 was het. En dat betekent dat ik net iets meer dan 4 bolletjes, 4 strengen nodig had. En die strengen, ja, ik heb ze toen met, even kijken, want dat had ik nog wel opgeschreven, met korting gekocht. Dus ze waren €5,20 per stuk. Plus dan nog het patroon kopen en de knoopjes. Dan ben ik ongeveer €30 kwijt geweest aan dit vestje. In totaal. Ongeveer. Wat zit hier? Nee, dat gaat goed. Even kijken. Het is gebruikt op 3,25. En ik heb de maat 3 genomen. Ja. Ja. Verder valt er niet zo heel veel over te zeggen. Skipwith is een dorpje in Engeland, ergens in North Yorkshire. Dus dat is de betekenis achter de titel. Dus ik hoor heel erg graag van jullie welke van de twee knoopjes jullie het leukste vinden. En dan kan ik ze erop gaan naaien, want ik mis die knoopjes wel. Ik moet zeggen, als je 's ochtends een vestje nodig hebt, omdat het een beetje koel is in het bos, en het hangt open, dan is het hier wel koud. Dus ik heb wel echt die knoopjes nodig. Dus laat het alsjeblieft weten, dan kan ik verder. Ja, oké. Okay. Voor nu, het is bijna 1 uur, laat ik het erbij. Ik ga lekker, wat ga ik doen? Deze hele dag had ik gewoon vrij gepland. Ik moet nog een heel klein beetje opruimen, slingertjes weer weghalen. Overal hier in de tuin en in huis hingen slingertjes. Misschien nog een keertje stofzuigen. Lekker bij het hondje gaan zitten. En ik heb mijn andere doosje, die nog in de kast lag, in de diepvries lag, bij wijze van spreken, van de Field Cardigan. Ja, ik denk dat ik inmiddels, nu mijn schouder wat beter voelt, weer wat regelmatiger kan breien. Regelmatig in de zin van niet per se vaker regelmatig, maar wel stabieler kan breien. Netter kan breien. Ik ga me allemaal niet ophaasten. Ik kijk wat ik doe wanneer ik er zin in heb. Ja, deze bonte wolffilmpjes hebben nu een beetje concurrentie gekregen van mijn tuin, want die heeft wel wat onderhoud nodig en ik heb al heel erg veel gedaan en daar heb ik enorm van genoten. En zolang het weer nog een beetje mooi blijft,
wil ik dat graag doorpakken. Dus ik weet niet hoeveel ik aan breien toe ga komen. Of kaarden. Of sokken breien. Of, nou ja, of toch weer een nieuw project. Ik weet het niet. Dat ga ik nog even zien. Maar in ieder geval wil ik nog wel even kwijt dat ik natuurlijk via dit kanaal, het Ruige Huis, ook altijd Ruige Huisfilmpjes heb gepost. Die Ruige Huisfilmpjes, daar ben ik mee gestopt. Dus vorige week is de laatste aflevering, 113, online gekomen. En dat was het laatste Ruige Huisfilmpje. Daarin vertelde ik dat ik voorlopig nog even door zou gaan met deze Bonte Wol filmpjes. En voor mezelf heb ik gedacht, ik ga in ieder geval door tot het eind van het jaar. En in de tussentijd ga ik bedenken hoe en wat ik met deze Bonte Wol filmpjes ga doen. Het zou goed kunnen dat ik er gewoon mee doorga en dat er niks aan de hand is. Het zou ook kunnen dat ik ook dat langzaam ga stoppen. Dan moet ik nog even kijken. Het is voor mij nu vooral, vind ik het heel fijn dat ik een periode inga waarbij ik zo min mogelijk op internet zit. Zo min mogelijk op YouTube of andere sociale media tot me neem. Ik wil zoveel mogelijk lekker buiten in de tuin zijn en bij mijn beestjes zijn. En gewoon genieten van het leven en het feit dat ik weer wat meer pijnvrij ben. Ik hoop dat ik ook gewoon lekker kan gaan breien en daarmee bezig ben. Ik vind het filmen nog steeds wel leuk. Maar ik weet het gewoon nog niet zo heel erg precies. Daar ga ik vast in de komende maanden uitkomen. Maar tot het einde van het jaar ben ik er sowieso. Ja, of er moet iets heel geks gebeuren natuurlijk. Maar als het aan mij ligt, ben ik er gewoon sowieso tot het einde van het jaar nog. En in de tussentijd hou ik jullie wel op de hoogte als ik andere plannen heb. Of als ik gewoon alles bij het oude laat. Ja, dus het is nog even afwachten. Ja, sorry. Ik ben dingen aan het uitzoeken voor mezelf. En dit zijn een van die dingen die erbij horen. Dus lastig hoor, keuzes maken. Maar goed, ik bedacht me ook, want het ging vanavond regenen, zeiden ze, dat ik de dakgoten nog schoon moet maken. Dus ja, kijken of ik dat ook nog voor elkaar krijg. Maar ik ga vooral bij mijn hondje zitten. En genieten van het feit dat alles goed is gegaan. Oh, ik ben zo blij. Zo blij. Dus dit was het voor deze aflevering. Allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag op het eind van september weer voor mijn septemberfilmpje. En dan merken jullie vanzelf wel wat er allemaal wel of niet af is gekomen. Of nieuw op de pennen is gekomen. Of mijn kaarten, hopelijk, daar hoop ik toch wel dat het dan klaar is. En dat ik al met het spinnen kan gaan beginnen. Er zijn genoeg mogelijkheden, maar het kan alle kanten op bij mij op dit moment. Dus we gaan het gewoon zien. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie graag eind september weer terug. Tot dan!